What up gasten, welkom bij dit weekoverzicht van de Fuck Bassie Week. Woehoe! Yeah! Fuck yeah, ik zit hier vandaag met Rick van Serpent Gameplay. Hallo. Hallo Rick. En natuurlijk, één iemand die niemand kent, het is de Baron uit de Tekken serie. Trommels. Trommels. Ik ben er weer. En in het echte leven, hoe heet je in het echte leven, Baron? Ik ben Vincent, aka Da Vinci Stel. En ja, ik ben 23 jaar. Ben je 23? Ik ben 23. Jij zegt ook niks tegen mij, zeg. Ja, we spreken elkaar niet zoveel, hè. Zal ik je even toevoegen? Heb ik je op Skype? Nee, zo snel worden vriendschappen gesloten hier in deze video. Zo makkelijk gaat het hier, hoor. Ik heb je niet eens op Skype. Nee. Oh, god. Maar nee, dat is Vincent dus van de Vincent Vlogs. Hij deed de Baron de afgelopen week in de Bassie en Adriaan-serie. Hoe mooi is dat? Ja, geweldig was het. Het was hartstikke leuk om te doen. Ja, het is een geweldige week geweest voor de Fuck Bassie. Want hebben jullie nog enig idee waarvoor we eigenlijk ooit zijn begonnen met de Fuck Bassie week? Vanwege onze mooie, fantastische copyright claim. Ja. Woehoe! Dat was een beetje vervelend. Yeah, go Bassie! Neuk Banjotown! Ik vraag me echt af. Als ik die clown in mijn handen kreeg. Ik vraag me echt af of Bassie en Adriaan nog iets hebben doorgekregen hiervan. Of ze nog iets gemerkt hebben. Of dat ze gewoon vol afgereisd zijn naar onze uploads gekeken hebben. Of dat ze er nooit iets van gezien hebben, zeg maar. Ik ben daar dus ook echt heel benieuwd naar. Mijn gevoel zegt gewoon dat hun het wel gezien hebben. Maar hun dachten bij zichzelf van, laat het maar gaan, weet je wel. Die kuttieners, we kunnen hier niks tegen doen. Precies. Voor mij zit Adriaan in Spanje met zijn reet. En Bassie die doet voor mij veel te druk met zijn tournee. Voor die kinderen te amuseren. Ja, is Bassie nog steeds op tournee dan? Volgens mij wel. Nee, voor mij is dat al lang gestopt, hoor. Nee, ja? hij had toen een keer een serie dat er een babyclowntje kwam, hè? Ja, dat was die reclame, ja, toch? Ja, dat was reclame was dat, ja. Oh, ik dacht een serie. Zeg je een baby. Ik weet er echt bizar zeker weinig van. Nou, dat is positief, toch? Dat is heel positief. En meer om over te praten. Oh, god. Nee, want zijn jullie ooit fan geweest van Bassie en Adriaan dan? Ja. Ja, zeker. Ja, opgegroeid, hè? Jeugdsentiment. Jeugd, ja, zeker weten. Vooral toen ze in de pretpark gingen. Dat vond ik het geweldigst. Pretpark? Oh, je bedoelt dat ze in die spoken attractie gingen? Ja, oh, ja, dat was die met oude. Dat was het geheim van de sleutel, was dat? Nee, dat ze, ja, klopt, maar die met die E.T. Dat ze in Los Angeles en zo, weet je wel? Oh, die, ja, die is ook Amerika, echt fantastisch. Ja, geweldig. Ik heb ze allemaal echt zeker 10 keer gezien. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken ook alle series. Kan ik wel dromen, maar ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Dat ze, oh ja, dan gaan ze in die attractie in Los Angeles. Nou, ik weet nog wel dat ze in Amerika waren ook. En dat ze toen, zeg maar, dat ze een eitje gingen bakken op een auto. Dat wou ik net zeggen. Oh, dat is precies het punt dat ik weet. Dan gaan ze een eitje bakken in de design op de motorkap. Dat weet echt iedereen. Toen ik dat keek als kind, het voelde als magie. Witchcraft, weet je wel? Inderdaad. En dan komt die bus aan en dan gooien ze hele emmer water over die clown. De Baron gooit die zeikt hem over. Die zei ik hem over zijn hoofd heen gewoon. YOLO. Nee, maar wat is dan jullie favoriete video geweest de afgelopen week op Banjotown? Dat is een moeilijke. Ik denk wel de introductievideo van jou. Ik vond hem echt zo geniaal hoe jij die Baron neerzette, zeg maar. Die sketch. Ik vond dat dit helemaal de beste video, denk ik. Dan blijf ik bescheiden en dan ga ik snel voor de epische finale van de Arie en Bastiaan. Ja, vind ik ook. Die was echt heel erg spannend. Ik zat te trippelen op mijn stoel. Ja, ik wist ook niet wat er ging gebeuren. Ik heb hem zelf gemonteerd en alsnog wist ik niet wat er ging gebeuren. Ik zat ook, wat? Nee, de trommels, die clown moet winnen, dacht ik hier. Die kut. Iedereen in tranen thuis, hè? Ja, geloof ik best. Hoeveel mensen ook geloven dat de serie af was? Ja, maar misschien gaat hij door. Misschien komt er morgen alweer een nieuwe Tekkit video online. Wie weet. Wie weet, ja. Wie weet, dat gaan we niet vertellen natuurlijk. We hebben het ook nog een keer de make-up tutorial gehad. Dat is ook mooi, hè? Ik heb een hele mooie rode neus. En we hebben ook natuurlijk, hoe kan het ook, Jamal die in één keer verkleed als Bassie er stond. Dat had ik echt niet verwacht, hoor. Dat is echt leuk. Nee, Jamal had ook niks gemeld aan ons en hij uploadde te denken. En ik dacht ook van, wat? Maar stiekem is hij ook heel erg fan, want hij weet er best wel veel over. Dat denk ik dus ook. En hij is wel helemaal naar Bassie en Adriaan gerezen voor dat spel, hè? Klopt. Ja, voor die kut-app nog. Voor de iPad, toch? En ik vind wel, Jamal, die heeft wel gewoon de one-liner van de Fuck Bassie week voor mij gemaakt, hoor. Ja. Fuck Logic, fuck Bassie. Geweldig, fuck Logic, fuck Bassie. Charles. Oh, je hebt hem nog niet eens gezien, Vincent, merk ik. Ik heb wel iets begrepen daarvan.
Je moet hem echt even kijken, hoor. Het is een aanrader. Ja, je mist wat. Je mist iets. Ik mis te veel. Een deel uit je leven ontbreekt als je niet de Power Up hebt gekeken van Jamal van deze week. Ja, mee eens. Dat hij verkleed met zijn rode geschilderde neus. Ja, dat is het. Ja. Toen zei hij dat gedaan hebben. Hij vertelt heel veel over Adriaan Bastiaan. Want hij dat er geen logica zat in. Wat was het nou? Dat hij die bom ontploft en dan. Dood ontploft, maakt niet uit. En hun blijven over met een beetje zwart op hun gezicht. Dat is die fuck logic, toch? Fuck logic, fuck Bassie. Oh god, en voor de rest, even in deze week hebben we allemaal dingen gere-upload. Want gewoon fuck Bassie. Fuck Bassie. Alle drie de video's die offline waren, staan nu weer online. Dat is toch een soort overwinning van de fuck Bassie week, hè? Dat is toch wel ook een overwinning. Als ze online blijven natuurlijk, dan is het natuurlijk wel... Ja, dan kunnen we het gillen van de daken. Dan hebben we gewoon keihard gewonnen. Jongens, tenzij Bassie's offline had, dan moeten we opnieuw, van begin af aan. Dan moeten we alles weer opnieuw uploaden. Ik ruik pannenkoeken, jongens. Oh god. Ik ga vanavond spinazie eten. Ik ruik pannenkoeken, ik ga spinazie eten. Heerlijk. Logica is... fuck logic. Ja, fuck logic, fuck Bassie. Oh god, en voor de rest natuurlijk XXL gameplay van Rick. Yay, heel erg. Gaat, wat een kut video was dat, zeg. Echt een scheidvideo, ja. Oh. Broem, broem. Schrammels. Goed, poet. Weet je dat, of poet, ja. Maar het erge is gewoon, vroeger had je zeg maar drie spellen. Je had poet, Pyjama Sam. En je had, Freddy Fish. En Spy Fox, één, toch? Ja, Spy Fox, ja. Ja, maar ik ben altijd geweest van de Freddy Fish. Ja, maar hij was koning. Echt, volgens mij was Freddy Fish een meisje, hè? Maar Freddy Fish was geloof ik wel de grote overwinnaar, toch? Het was allemaal van dezelfde maker. Het was allemaal van Transposia. Ja, click game. Alles klikken wat je kon doen. Alles klikken. En dan ging er wat bewegen of er een liedje kwam er. En allemaal liedjes ook in dat. Ik wist dat nooit, dat het allemaal van dezelfde maker is. Hij is allemaal van dezelfde maker. Jezus. Hij is nooit ver gekomen. Het is grappig als je ze speelt. Ze referencen heel vaak naar elkaar. Dan doe je het ene spel en dan komt er in één keer poep aanrijden. Dat is toch ook met objecten? Ja, met bepaalde objecten toch ook? Ja, als je op bepaalde objecten klikt, dan referencen naar de andere games. Klopt. Oh, dat vind ik wel heel cool. Ik wist dat echt nooit. Nee, ik weet wel dat mensen die kozen altijd een kant. Ik was dan Freddy Fish en ik was nu benieuwd. Welke kant waren jullie? Waren jullie Pyjama Sam, poet? Pyjama Sam, sowieso. Pyjama Sam, ja? Ik denk Freddy Fish. Die heb ik meer gespeeld dan Poepoet. Ja, ik ook Freddy Fish. 100%. Met dat kleine irritante blauwe visje. Pyjama Sam is een homo. Hij is een paarse... Nee, een blauwe homo. Fuck logic. Fuck logic. Fuck logic. Fuck Bassie. Here we go. Alright. Ramels. Voor de rest natuurlijk de co-op van Jordi en Rick. En de flash game. Van Fuck Bassie. Welke flashgame? Heb je het over? Jij speelde toch of niet? Heb je die niet gezien? Nee. Bart heeft een speciale flashgame gemaakt voor de Fuck Bassie week. Waar is die geüpload dan? Die moet nog online komen, want ik neem wel even van tevoren. Oh, ik dacht dat het andere stappen. Ja, Rick voelt hints niet aan vandaag. Oké. Okay. In ieder geval, ik heb hem al wel gespeeld als enige van ons drie, geloof ik. En hij staat online ook echt, je kan hem echt spelen. Je kan hem echt spelen gewoon, het is echt gewoon... Een minispel met Bassie voor de Fuck Bassie week en het is geweldig. Oh, nou ben ik benieuwd. Link dan? Ja, dan ben ik ook benieuwd. Het is heel gepixelated. Ik ga hem zoeken en dan stuur ik hem jullie toe. Dan ben ik nu direct benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar als ik in de beschrijving speel, dan zie je mijn facecam niet meer. Oké. Ik moet even inhouden. Het is volgens mij... god, ik moet even kijken dat ik ben nu aan het zoeken. Hebben jullie nog iets te melden over Bassie? En zoek ik ondertussen snel verder naar de link. Ja, ik ben benieuwd wat mensen nou van de Baron vonden. Dat hij nou eindelijk eens had gewonnen. Of niet. Ja. Dat is eigenlijk... wat vinden jullie? Ik vond het terecht dat hij had gewonnen. Ik heb de link trouwens nu gestuurd. Want ik kreeg geen hulp van Harry. Die zat maar een bom te maken, maar daar hoorde je amper wat van. Maar nee, dat bedoel ik. Wij hebben gewoon de hele Bassinadia-reeks in één klap opengekraakt. Van de Baron. Fuck Bassie! Ja. De Baron had altijd in zijn eentje moeten opereren, niet met anderen erbij. Nee, ik denk dat dat hem vertraagde. Dat denk ik ook. Ja. Ik bedoel, je kan ook gewoon op Marktplaats of wat dan ook, koop je gewoon een paar vlinderbommen en dan koppel je ze aan elkaar en dan ben je er ook. Ja, en dan wat wilt je ermee bereiken? Dat ze een zwart gezicht krijgen en dan zijn ze gewoon een soort van dood. Ja. Ja. Het is echt een drama, Bassie. Als je erover nadenkt, hoe meer erover nadenkt, hoe slechter het wordt, die hele serie.
Echt, hè? Maar dat moet je niet doen, want als kind zijn doe je dat al gewoon niet. Je ziet een clown en je vindt het leuk. Oh, ja, ja, ja. Dan denk je van, nou, geweldig. Het is wel zo, ja. Het leuke vind ik ook aan Bassie en Adriaan, dat het zijn zulke bekende typetjes, hè. Iedereen kent ze wel. Ook in het buitenland waarschijnlijk, denk ik. Dus je ziet altijd lopen, je altijd die mensen op de achtergrond kijken van, wat zijn dat nou weer voor figuren? Nee, dat is zelfs, maar dat vond ik weer het mooie aan Bassie en Adriaan in Amerika. Want in Amerika kijkt gewoon niemand om. We liepen daar rond als clown en acrobaat op. En iedereen liep daar gewoon door, hun eigen business. Alsof daar iedereen, allemaal, er zijn allemaal figuranten daar, allemaal figuren daar. Het maakt niet uit. Alsof het echt gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Bassie en gewoon... zijn de normaalste zaak, kom op jongens. Nou, ja, oké. Okay, als je dat pak ziet van Adriaan, dat moet je, als je echt eens concentreert en je kijkt ernaar, dan denk je van, wat heb je nou voor pyjama, half pyjama aan of zo. Dat is zo vreemd. je ziet niemand lopen in zoiets. Nee, maar ik vind Adriaan wel het meest homoerotisch. Ja, dat, vind ja, je? Kom op, zo'n strak zwart pak, weet je wel. Nou, een vlugge Jaapie is ook best wel sexy, hoor. Ja, ja, maar... die kan er wat van. Hey, baas, gossie. Jaapie heeft altijd vluggetjes. Yep, de grap van de dag. Wow. Wat vinden jullie trouwens van het spel nu? Want, ik kan hem nog niet spelen. Ik heb de link gestuurd, god allemachtig. Ja, maar ik neem mijn webcam op mijn scherm, want het werkte niet, yo. En nu is de kwaliteit nog lager dan normaal. Help Bastiaan om de baron gevangen te nemen en fuck Basti te stoppen. Oh, dan kan ik bewegen met pijltjes toe. Het is echt het beste spel wat je ooit gespeeld hebt. Zet er ook een einde op dan? Ik heb het einde nog niet gehaald, want ik ga telkens dood bij één sprong. Heb je gezien hoe Bassie loopt? Gewoon niet. Hij schuift gewoon over de vloer. Wauw. Wat een kwaliteit, jongens. Mijn camera is trouwens uitgevallen. Batterij is op en we gaan gewoon door met de opnames. Geen zorgen. Tromos, dat is een geniaal plan van mij. Om jouw camera te dwarsbomen. Stomme baron. Oh, jezus. Oh, die sprongen zijn echt erg. Ik kom er niet verder bij een sprong. Nou ben ik verdrietig. Ik kan het niet spelen. Ouch. Ik zit trouwens wel te denken, hoor. Want het enige wat we nu nog te melden hebben over de Fuck Bassie Week is natuurlijk vanavond. Dan komt de minifilm online. De minifilm. Niemand zal Fuck Bassie stoppen. Niemand. Wegens beperkt budget moet je nu vrijwillig doodgaan. Anders hadden we wel vuur uit de mond laten komen. Spring maar in de diepte. Dan zie je de baron. Wacht, misschien... Wacht. Oh, mijn camera ging uit. Wacht even. Kijk. Oh, last man standing. Ja, oh, je bent als enige over, Rick. Oh nee, shit, sorry. De bron was je te slim af. Balen. Nou, de week is toch voorbij. Toch maar geen opstand tegen Facebook. Rick Bastiaan. Oh god. Maar ja, in ieder geval, gasten. Er zijn twee camera's uitgevallen. Rick is als enige over. Terwijl Rick de meeste technische problemen had voordat we gingen opnemen. Ik ben er weer. Als het goed is, ben ik er weer. Vince! Ja. En dan, in ieder geval vanavond komt er nog de minifilm online van Tekkit, samengemonteerd in een kortere bestand, leuk gemaakt. Kijk nog een keer de hele Tekkit avonturen van Arie en Bastiaan. Abonneer ook vooral op de Baron, Da Vinci Style Vlogs. Hartelijk bedankt voor het meehelpen aan de Fuck Bassie Week. Geen reactie. Hallo? Er is een probleem met het gesprek. Wacht even terwijl we proberen het gesprek te herstellen. Nou, dames en heren, het Skype-gesprek is ook helemaal naar de tyfus. Zal ik hem dan maar zelf afsluiten? Dames en heren, dit was de compilatie van de Fuck Bassie Week. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Fuck Bassie. Fuck Logic. Yeah. Stel je voor dat deze clownsneus mij stond. Trouwens, dan kan ik verkleden als die clown en dan kan ik als clown de wereld veroveren. Trouwens, we